En wat ik hoop, is dat mijn werk verbindt. En mensen nalaat denken over de positie van vrouwen. Over racisme-issues. Over gender-issues. Over eigenlijk alles wat vaak ongelijk is. Mijn naam is Raquel van Haver. Ik ben 31 jaar, woon in Amsterdam en ben kunstenaar. En ik zou mezelf breder om willen omschrijven als storyteller. Geen schilder, geen kunstenaar, maar echt verhalen vertellen. De positie van vrouwen in Nederland is vrij. Nog steeds niet waar we willen zijn. Maar vrouwen kunnen naar school, zich vrij bewegen. En ik wilde al heel graag iets gaan doen over moeders, over moederliefde, over de kracht van vrouwen. En waar ik al een tijdje mee bezig ben, is de positie van vrouwen in Colombia. Voornamelijk de sociale leiders. Want op dit moment worden er gewoon heel veel vrouwen vermoord. Omdat ze kinderen naar school willen brengen. Of een betere educatie willen geven. Of een wijk proberen te veranderen in betere zin. Omdat het politieke systeem ze niet toelaat om te zijn wie ze zijn en om goed te doen. Ik heb vrouwen gezien die hele wijk omgetoverd hadden en met prachtige speelplaatsen, terwijl daarvoor gewoon de junkies daar zaten. En met gewoon een schep. Ze zijn gewoon gaan graven. Of er begon eentje te graven. En toen gingen er twee en toen gingen er drie. En toen had de rest ook wel door. Opeens had de stad erdoor. En toen kwam er een promenade. En toen kwam er licht. De kracht in hun. Wat ze deden. Het was alleen maar hoop en liefde en moederliefde en kracht. En hele vrolijke dingen, vaak in hele rotsituaties. Het pijnlijke was dat ze niet erkend werden. Dat was het grootste probleem. Tussen al deze evenementen of bezoeken probeer ik connecties te leggen. En daar begin ik over te schetsen. Om de juiste compositie te maken en daar ga ik over schilderen. En dan kunnen er collages uitkomen, er kan nu op het moment film uitkomen, er kan over geschreven worden, maar noodzakelijk wel echt grote schilderijen. Mijn werk gaat voornamelijk over identiteit. Gezien worden, bekeken worden, de geschiedenis van mijn identiteit, de mensen om me heen en de verbinding tussen verschillende plekken. Culturen. Op een of andere manier probeer ik altijd in mijn werk, in het proces en daarvoor al, mensen bij elkaar te verbinden. Het belang van erkenning. Ik denk dat het zo simplistisch is. Ik zie jou zitten, jij ziet mij zitten. Ik weet dat jij er bent, jij weet dat ik ben. Dat is eigenlijk de erkenning al. Jij bent 100%, ik ben 100%. Dat als je dat nooit hebt meegenomen of meegekregen uit huis, of dat een samenleving je constant vertelt, jij bent het niet waard, of jij bent minder, of jij bestaat niet. Dus ik heb 11 hele grote collages gemaakt over een aantal vrouwen. Ik heb 7 hele grote schilderijen gemaakt over een aantal vrouwen. En ik denk juist daar ligt de kracht van die erkenning. Dat ik hun erken, dat ze er zijn, dat ik echt ze letterlijk in een museum stop van. Degene die de verandering maakt, erkennen. Wat ik aan vrouwen zou willen vragen is dat ze zich extreem van bewust moeten zijn. Dat ze hier zitten. En ook zich ervan bewust moeten zijn dat ze iets kunnen doen. Want we kunnen dat hier. We worden hier niet afgeschoten als we een keer zeggen wat we vinden. Dus ik denk dat vrouwen, en ik hoop dat vrouwen in Nederland er ook veel en veel actiever in mogen zijn.